Vond ik een erg mooi verhaal. Er was een erg leuke man die sprak, Paul Boak, die sprak over client-centric design. Dus hij vindt dat we hebben altijd user-centric design, ja. User-centered design. Ja. En dat is die hele filosofie over dat je, je moet alleen dat doen wat het beste is voor je gebruikers en niet voor niet zozeer voor de business. Yeah. Maar hij is iemand die zegt, als er een conflict is tussen de business en de user, mm-hmm. en want over het algemeen zijn die dingen hetzelfde, als er een conflict is, dan moet je kiezen voor de business. Yeah. Er zijn namelijk situaties, als designer moet je dus, want je bent voor de business, ben je aan het ontwerpen. Je moet ervoor zorgen dat de business zo goed mogelijk wordt. En hij had wat voorbeelden over waarom, van dat soort gevallen waarin je dat zou moeten doen. Dus okay, hij zei maar, niet specifiek van dat je domme formulieren moet stoppen voor een download. Weet je, wat wij wel ook wel doen. Ja. Voor white papers. Dat je dan een formulier moet invullen. Dat je eerst moet inschrijven en al je gegevens aan. Dat soort dingen zei hij niet. Hè. Hij zei wel van, moet je horen, wij worden ingehuurd, want wij zijn de expert. Ja. Wij zijn de expert op het gebied van design en van user interaction en dat soort dingen. Maar er zijn ook situaties waarin de klant gewoon zijn business veel beter kent. Dus ja, precies, ja. En ook weet wat zijn doelstellingen zijn. Als hij die doelstelling niet kan halen met zijn website, dan is die af eigenlijk. Ja, precies. Of dat sommige designkeuzes die goed zouden zijn voor een bezoeker, mm-hmm. die zouden schadelijk kunnen zijn voor de business. Dat bestaat ook nog eens. Ja. Vond ik een interessant verhaal. Ja. Verder mooie verhalen over responsive design. Een erg goede van Brad Frost. Echt heel goed. Is dat nog even terug naar dat client-centered design. Is dat niet een semantische discussie? Of, hè, dus dat je, ik bedoel, meestal onze klanten die helpen ons al op het pad van, nou ja, dit zijn onze KPI's, hè, waar wij op worden afgerekend. Dus ja. Daar hou je sowieso al een beetje rekening mee, toch? Jawel, nou goed, hij noemde een voorbeeld over juristen. Ja. Natuurlijk houden we er rekening mee, maar hij noemde een voorbeeld over een groot advocatenkantoor. Mm-hmm. Klanten met een specifiek probleem, bijvoorbeeld iemand heeft olie in de zee gedumpt. En die zoekt dus een specialist op het gebied van olie in de zee, dumpers, vrijpleiten. Nou, dat soort specialisten zijn er. Ja. Zo'n persoon die zou dus graag op de homepage zou die dat soort specialisten gehighlight willen zien. Ja, en dat precies. Hij meteen contact heeft en meteen die persoon. Alleen voor een advocatenkantoor is dat weer helemaal niet een goed idee. Want een advocatenkantoor wil graag dat er een band ontstaat met het kantoor. Ah, en ja. Met het hele bureau. Want namelijk die superspecialisten, die worden allemaal weggekocht. Weet je wel? Die krijgen ergens anders, krijgen die veel hoger. Dus als je alleen maar een baan, alleen maar connectie hebt met die ene advocaat, dan ga je met die advocaat mee. Ja, precies. Maar als je Wauw, dat zet gelijk het hele het persoonlijke approach die heel veel merken, Nederlandse merken vooral, nemen met een klant. Dat zit compleet op de helling dan. Ja. Want dat is, nou ja, dat hangt er vanaf. Ja. Ja, maar dat kan inderdaad. Ja, dat is een goede overweging wel. Ja, ja. Ik vond het heel interessant. Dat had ik nog helemaal niet over. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Nee. Ik vind wel goed inzicht. Hij heeft hier ook een boek over geschreven. Is vast erg goed. Het is een ontzettend goede babbelaar. Als je ooit de mogelijkheid hebt om naar een congres te gaan waar hij spreekt, naartoe gaan. Echt heel vermakelijk. Hij heeft geloof ik ook een podcast. Boaks of Boaks World. Boak World, ja. Ja. Heb ik nooit naar geluisterd, maar ja, dat is omdat. Ja, het is nogal vermoeiend. Hij praat heel veel over zijn eigen business. Ja. En dat is. Dat kan leuk zijn, hoor. Het is best een slimme kerel. Pardon. Ja. Maar tof.